Onze volgende spreekster, dames en heren, is Lily de Fors. Ze is moeder van drie en ploegleidster van Max Havelaar. En dat is een jong en bruisend team van ongeveer 16 mensen, als ik het goed begrepen heb. En zij zorgen ervoor dat ongeveer 160 bedrijven in België samenwerken om boeren uit het zuiden een fijne plek te geven op onze Belgische markt. Ze is gedreven door optimisme, maar ook door verontwaardiging. Maar ze heeft vooral een goede dag gehad als ze samen met haar team iets enorm hoopvols gedaan heeft. Lily de Fors komt ons vertellen hoe je brand equity kan creëren met Fairtrade. Dames en heren, Lily de Fors. Dankjewel. Ik ga jullie eerst in 2 minuten de essentie van Fairtrade uitleggen, wat een hele uitdaging is. En dan gaan we even inzoomen op hoe wij kunnen mooie merken ondersteunen om zich te ontwikkelen in de markt. Het basisprincipe van Fairtrade is eigenlijk heel simpel. Let's trade with people, laat ons handel drijven met mensen uit het zuiden op een manier dat zij zelf uit de armoede kunnen geraken. Zo was het in de jaren 60, 1960, toen het allemaal begon. Zo is het vandaag nog altijd 50 jaar later. Een concreet voorbeeld om het te staven. Valentin Ruiz, een bananenboer uit Peru, verbouwt in 2003 bananen op 3 hectare grond. Hij oogst zelf zijn bananen niet. Hij is een speelbal van een grote multinational, Dole, die voor hem oogst en de bananen tot hier brengt. In 2003 komen Valentin en een aantal boeren aankloppen bij ons met de vraag: kunnen wij samenwerken, kunnen wij samen iets doen? Ze starten een coöperatieve op, ze leren de regels van het Fairtrade-spel kennen. Dat wil zeggen een ecologische productie, sociaal verantwoord produceren, en ze starten met het produceren van Fairtrade-bananen. In 2005 starten ze met het zelf inpakken van de bananen. In 2007 starten ze op met biogarantie, omdat ze ondertussen heel goed begrepen hebben hoe de markt functioneert, hoe die in elkaar zit. Ze leveren bijvoorbeeld voor de Belgische markt Fairtrade biobananen voor de lijzen. In 2009 nemen ze een nieuwe stap. En dan vragen ze een exportlicentie aan en beginnen ze zelf met het exporteren van bananen. En wij hebben er een glas op gedronken bij Max Havelaar toen de eerste container van deze organisatie in de haven van Antwerpen binnenkwam. De basis is, het zijn bananen waar een faire prijs voor betaald is, waar boeren op een deftige manier kunnen van leven en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de ganse keten. Vandaag is deze organisatie uit het noorden van Peru, een organisatie die bananen exporteert. 90% ervan brengen zij zelf tot hier met een omzet van ongeveer $9 miljoen. Dat is het verhaal van Valentin Ruiz dat zich afspeelt in een paar jaar tijd. Dat is de basis van Fairtrade. Zo werken we vandaag niet alleen met boeren uit Peru, maar met ongeveer 1,5 miljoen boeren uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië om producten zoals koffie, rijst, bananen, suiker, thee enzovoort, bijna alle landbouwproducten uit het zuiden, hier op onze markten te brengen. Een voorbeeld, een heel concreet voorbeeld van een bedrijf, een Belgisch bedrijf, waar we mooie dingen mee gedaan hebben. Wat hebben Max Havelaar, Fairtrade, een NGO, een ontwikkelingsorganisatie, en XKey met elkaar gemeen? XKey was heel duidelijk, is 10 jaar bezig en van in het begin zat er een heel duidelijke focus op duurzaamheid. Alles wat ze deden, het moest beantwoorden aan basisprincipes van duurzaamheid. En de aanpak van XKey was eigenlijk heel straightforward, heel duidelijk. Zij zeiden van, goed, dit zijn de terreinen waarop we stappen willen zetten in duurzaamheid. En toen zijn zij op zoek gegaan naar organisaties die actief zijn in die terreinen, die expertise hadden. Zo zijn we begonnen in 2004 met onze samenwerking en stap voor stap hebben we die samenwerking verder uitgebouwd en geïntensifieerd. Hoe hebben we dat gedaan? Het eerste wat we gedaan hebben, voor XKey staat koffie heel centraal. Het is begonnen in 2004 met de aankoop van Fairtrade koffie. Een minimumprijs, een premie, opdat die boeren op hun manier uit de armoede kunnen geraken.
daar is het mee begonnen, maar daar is het zeker niet bij gebleven. Nicolas Thijssel, de CEO van Exki, die u hier ziet, die wou zelf in relatie gaan met de koffieboeren om samen te kijken, wat kunnen wij nog meer doen? Hoe kunnen wij iets betekenen voor elkaar? En zo is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen Exki enerzijds en koffieboeren uit het zuiden anderzijds. Boeren die leren van Exki wat de markt vraagt en hoe zij daar kunnen op inspelen, maar ook Exki die heel concreet in aanraking komt met de moeilijke omstandigheden waarin koffieboeren in het zuiden soms aan de slag moeten en van daaruit toch appreciatie ontwikkelt voor de situatie van Fairtrade koffieboeren. Dus dat was het eerste. Een koffieketen opstarten voor alle koffie die u vandaag in alle Exki-restaurants drinkt. Het tweede wat we gedaan hebben, was werken rond de vraag hoe kunnen we, want Exki stelt vandaag 500 mensen te werk, hoe kunnen we die dichter betrekken bij heel dat Fairtrade-verhaal? Dat hebben we gedaan met de Exki Academy. Dat is een soort opleidingsplatform die we samen met Exki mee concreet vormgeven. En dat gaat erover dat we de personeelsleden, de mensen van Exki, opleiding geven rond wat is Fairtrade, hoe functioneert het, maar ook heel concreet in contact brengen met Fairtrade-producenten uit het zuiden. Wij brengen de boeren naar hier en er ontstaat een heel concrete interactie rond de collega's bij Exki en Fairtrade-boeren uit het zuiden. Dat is dus veel meer dan rationeel snappen waar Fairtrade over gaat. Het gaat over voelen, gemotiveerd bezig zijn en voelen waar het uiteindelijk over gaat. En dat ook met fierheid kunnen uitdragen aan de klanten. Dat was het eerste. Het tweede was met de marketingafdeling van Exki kijken van hoe kunnen we het ook communiceren ten aanzien van andere stakeholders, de klanten van Exki. En samen met hen hebben we tal van communicatie en acties ontwikkeld om in het restaurant, in de Exki-restaurants, te communiceren over Fairtrade. En last but not least, eind vorig jaar heeft Exki van ons een 3-sterren Havelaar ontvangen. En dat geven we aan bedrijven die heel consequent aan de slag gaan met de filosofie van Fairtrade. Niet alleen ten aanzien van een klein beetje producten aankopen en dan daarmee uitpakken, maar in alles wat ze doen, zich de vraag stellen, kunnen we hier binnen de context van de Fairtrade-filosofie aan de slag. Dat Exki een succesverhaal is, dat moet ik u wellicht niet vertellen. Ondertussen, 10 jaar later, hebben ze meer dan 50 vestigingen over gans Europa en ook daarbuiten. Vorig jaar werden zij bedrijf van het jaar en het was voor ons en de verschillende organisaties die mee hebben mogen of nog altijd mee mogen timmeren aan het succesverhaal van Exki een plezier om met een bedrijf als het hunne te mogen samenwerken. Dit is maar één voorbeeld. Er zijn nog tal van andere bedrijven, 160 in totaal in België, wereldwijd een paar duizend bedrijven waar we concreet mee samenwerken om mooie merken te ondersteunen en een heel duidelijk verhaal te brengen ten aanzien van de klanten, personeel en verschillende stakeholders. Dus met onze 16 collega's bij Max Havelaar staan wij klaar voor elk van u, elk bedrijf, of het nu gaat over uw koffie op de werkvloer of u grondstoffen koopt in het zuiden, om met u samen te werken, om dat op een Fairtrade manier te kunnen doen en dat ook op een hele leuke manier verschillende mensen, personeel en anderen te kunnen bij betrekken. Voilà. Dank u. Bedankt Lily voor uw verhaal. Lily, bestaat het risico dat bedrijven Fairtrade gaan gebruiken of zeg maar misbruiken als vehikel om te gaan greenwashen? En wat doen jullie eraan? Ja, ik maak me sterk dat zelfs Exki, al waren ze met een verkeerde of een greenwashing motivatie bij ons gekomen, dat we misschien op dezelfde plek waren uitgekomen. Hoe men de deur binnenkomt bij ons is niet zo belangrijk. Wat belangrijker is, is die visie van waar we uiteindelijk willen uitkomen.
En we, ja, uiteindelijk, we leggen een weg af samen. En de eerste stap is, begint met een samenwerking. En van daaruit zitten we samen aan tafel en kunnen we iets opbouwen. En dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast is er ook zoiets als de beschavende werking van de hypocrisie. Een bedrijf dat een stap zet, maar er niet helemaal zo achter staat, zal uiteindelijk misschien ook door stakeholders, door eigen personeel, daarover bevraagd worden en wordt misschien ook wel gedwongen om consequent te zijn. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja. Okay. Hartelijk bedankt, Lily.